Hey. Nou, dat is niet een goede morgen. Vandaag een nieuwe dag in het leven van Koen. Ja, ik ben vandaag wakker geworden. Het is nu een uurtje of... Oh, ik heb geen horloge op. Zoals je ziet, ik ben met mijn kleren nou in slaap gevallen. Gisteren een super drukke dag gehad. Heb je zin in deze video? Nou, abonneer zeker. Doe een duimpje omhoog. Wat hoor ik nou, joh? What the fuck? Ik heb een baby! Godsamme. En wakker ook, heb mijn baby. Jezus Christus. Mensen, ik ben vandaag voor één dag vader. Mensen, voordat we gaan beginnen natuurlijk deze video, we moeten een naam voor de baby. Ik heb even nagedacht. Het woord aardbei. Baby aardbei. Ik heb hier dus een luier en die moet ik om gaan doen, want dit beest, baby ding, kan dus pissen. Nou, het is ongelooflijk, maar stel dat het beest gaat pissen en ik heb er geen dingen. Doe even de beentjes omhoog. Even kijken hoe dit in elkaar zit. What the fuck? Zo, nou, je propt het er een beetje in. De luier is aan. Mensen, ik heb hier nu de baby. Hele lieve aardbei, baby aardbei. Mensen, ik ga vandaag allemaal leuke dingen met de baby. En ik ga ervoor zorgen dat hij niet doodgaat. Maar hij kan dus huilen. Zij, ga je binnen. Ah. Teringzooi. Heb ik nu al die speen gemaakt? Ik dacht, ik doe even de speen uit. Nu heb ik de speen dus in mijn hand. Oh, wat is met een clipje? Ah, wat, dat kan ik wel vast. Geen goed idee dit. Nou goed, laten we maar even gaan kijken. We gaan eerst even wat drinken, want dat is, stond bij die gebruiksaanwijzing dat je baby moet laten drinken. Want ja, als ik moet plassen, dan moet je natuurlijk wel water bij hebben. Ik vind dat wel leuk vast, die baby moet blissen. Gewoon een beetje. Eén ding waar ik over twijfel is dat dit toevallig niet mijn kind is, maar kind van Milo. Want als ik dit toch doe, is toch wel Ik heb echt een fucking kale baby. What the fuck? Ik heb dus dit ding meegekregen en dit kan je dan in de mond doen. Een soort van... Oh, lol. Ik ben er zelfs achtergekomen dat dit eraf moet. Ah. En dan dit, zo in de mond. En dan drinken. En dan moet je dus water in doen, maar aardbei, je hebt geen fucking... Je hebt geen fucking poesie, hè? Yes! Lekker, lekker, lekker. Op de vroege morgen. Nou, dat glijdt er wel in naar mijn aardbeitje. Helemaal niks mis mee. Ik vind dit trouwens sowieso poesie. Ik denk dat ik het gewoon in één keer ingiet. Wil jij mijn nieuwe dochter wodka voeren? Nee. Wat? Ik support het niet. Alleen sambuca. Oké dan. Eens even kijken. Zit er nog wat in? Ja, hè. Oh, lekker man. Hoi, aardbei. Dit is wel heel erg ongelooflijk smerig. Je ziet, als een echte vader betreft, maak ik gelijk het gezicht schoon. Dus heb jij een kind met een vieze snottenbel, maak het schoon. Dat is fucking smerig. Oh, er zit allemaal sambuca in de ogen. Nou, volgens mij heb jij trek, hè? Ja, dat dacht ik al. Mensen, ik heb een probleem. De baby is nu eens een beetje aan het huilen. En ik ben nu buiten om te gaan eten. Want ik denk dat ze huilt omdat ze geen eten heeft. Het enige probleem, haar tranen ruiken naar sambuca. En dat is echt fucking smerig. Het stinkt echt tering erg. Dat is helemaal een probleem, want ik wil even een rondje met haar gaan rijden in. Mijn dikke nieuwe whip, ouwe. Ja. En baby, jongen, wat vind je ervan? Hé, jongen, een dikke whip, ouwe. Mensen, mocht je nou mijn nieuwe auto niet gezien hebben, volg mij even op Instagram, ouwe. Wat de fuck? In de beschrijving zou ook de Instagram van aardbei staan. Dus, je weet wat je te doen staat. Aardbei naar 10.000 volgers op Instagram. Ja, dat zou natuurlijk top zijn. Echt, jongen. Oh, jezus. Die is nu echt wel volledig aan het janken. Oh, die sambuca uit de ogen. Het begint toch wel vrij smerig te worden. In ieder geval, safety first. Op naar de McDonald's. Nou, mensen, daar zitten we dan. Aardbei en ik. Word eens wakker, joh, gek. Maar wordt die baby alleen wakker als hij precies rechtop zit. Dat is echt fucking irritant. Een leuke baby wil natuurlijk maar één ding. Een Happy Meal! Hopelijk stopt ze dan met janken, want wat een gezeik. Eens even kijken, want uiteindelijk boeit het. De Happy Meal gaat natuurlijk maar om één ding. Dat is natuurlijk welke cadeautje erin zit. Hartstikke idee. Trouwens, mensen, eventjes heel anders. Sef, je kan dus kiezen wat je bij je Happy Meal wil. En dat vond ik wel bijzonder, want je hebt dus ook... Melk. Gadverdamme. Moet ik zeggen, melk in zo'n pakje is misschien nog best wel lekker. Nou, laten we even gaan kijken wat erin zit. We hebben hier een. Ik open het nu. Zo! Oké dan. Kan ik hier iets mee? Of... Nou, hou het lekker vast zou ik zeggen. Gaat dat handje heen? Nee. Dat kan je niet maken, aardbei. En wat we nu gaan doen? Ik janker straks nog even... voor mij moet ik hier een nieuwe buik drukken. Dan gaat ze pissen. Ik heb nu niet echt zin in sambuca pis in mijn auto. We gaan nu even langs allemaal plekjes. Gaan we even Instagram foto's maken voor baby aardbei. Zoals jullie weten, baby aardbei. 10.000 volgers. En dan krijg ik sponsorship. Op baby aardbei. Het gaat hartstikke goed met baby aardbei. Aardbei de baby trouwens, mensen. Volg het op Insta. Zojuist Insta aangemaakt van baby aardbei was op bezet. Triest. We gaan zo even leuke Insta foto's schieten. Maar eerst moet natuurlijk wel baby aardbei in volledig topfit zijn. Dus nou, we gaan even een potje voetballen met aardbei de baby. Mensen, ik ben hier dus nu samen met mijn schatje. Wat ik trouwens wel raar vind, ik zie dit. Mijn baby is dus gebrandmerkt. Een of andere code. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, er zal een reden voor zijn. Ah, jeuk mijn neus.
Laten we even gaan kijken. Het zwembad is hier. En ik denk, een lekker kiekje bij het zwembad, dat is helemaal niet verkeerd. En ik denk dat bij jullie de volgers ook best wel aan zal slaan. Kijk nou, dit is toch goud. Kijk nou. Ik moet zeggen, wel gewoon vrij enge flex, zoals ik heel eerlijk ben. Mensen, binnenkort te zien op de gram. Oh. Oh, oh, ik ga je toch samen zwak. Rip. Oh, 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 oh. Ze zijn allemaal stuk. Ik ben hard bij de baby. Abonneer op Koen. Mensen, ik heb nu alweer een pareltje gemaakt. Ik ben natuurlijk nu een beetje aan het denken wat voor foto's ik. Want ik moet die Instagram vullen met veel foto's. Want jullie moeten content hebben. Nou, nu ga je het zien. Ja. Schitterend. Aardbei, hou wel van een drankie. Godsamme. Lekker met een flesje moe. Godverdomme aardbei. Mensen dat we nu voor elkaar hebben, ongelooflijk. Moet je even kijken. Aardbei de baby. Bam! Jawel, nieuwe whip. Kaolo ziek, ouwe. Echt, kan nog net niet bij het gaspedaal, maar op zich maakt dat niet uit. Binnenkort te zien op de Instagram, ik zou zeker kijken. Nu even een mooi fotootje schieten. Gaan we zo naar voetbal toe. En vanavond, even leuk, ga ik naar Amsterdam, naar mijn nieuwe osso, zoals jullie weten. En ook daar gaat uiteraard gaat de baby mee. Dus ook daar gaan we er even een mooi kiekje schieten. Maar voor nu hebben we dus zwembad, loungebank en de auto. Ik ga er ook nog een paar maken die ik niet op video zet. Dat als je het volgt, dat je zeg maar nog niet precies allemaal weet wat er komt. Nee, dat is slim. Hè? Dat is even tactisch nagedacht. En dan gaan we zo nog even een paar leuke dingen doen. En dan wordt het helemaal goud in mijn kaas hier. Mensen, dus stay tuned. Nou, daar zitten we dan lekker. Even lekker een dochter-vader momentje. En dan glijden we lekker in, hè? We zijn nu even lekker aan het chillen. Voordat we straks de hort op gaan, want we moeten straks nog weg. Even lekker potje voetbal kijken. Even lekker pilsie. Ja, dit is uiteindelijk wel wat de baby verdiende. Want hij hard gewerkt vandaag, hè? Oude influencer gewoon. Binnenkort campagnes, weet ik veel, dan werk ik niet eens meer. Ik verdien alles door middel van aardbei de baby. Hé, lekker aardbeidje van me. Hé? Oh, hij slaat. Ze slaat. Daarom zijn we aangekomen hier met een nieuwe osso. We zitten inmiddels best wel vorm te krijgen, dat wordt echt wel nice. Ik zal het even kort laten zien, want ja, wat het is. Zoals jullie weten, ik best wel veel huisvlogs, maar ja, er gebeurt veel, maar niet echt dingen die je ziet. Dus ik denk van ja, om die keer een video te maken lijkt me overdreven. In kort gaan er echt veel dingen gebeuren, zoals de badkamer gaat erin komen, de vloer komt erin en zo. Dus dan ga ik wel weer even een volledige huisvlog maken, maar nu. Oh, ik huil. Oh. Ze huilt weer. Jongen, wat heb ik een smerige huil, baby. Maar ik dacht, het is wel mooi voor aardbeien. Ook hier een mooie foto. Kijk, ik zal even kort laten zien. De badkamer komt hier en hier zo boven zit een ledstrip. Best wel nice. Dus daar komt een douche achter. En dan hebben we hier de slaapkamer. Hier komen de deuren. Ik heb besloten om tussen hier en hier van die glazen deuren te nemen. Zwart met glas. Weet je, je kent dat. En hier komt een heerlijke opnamekamer. Lekker bed. Bed. Lekker. Als het goed is, gaat het toch lukken voor in september. Dus bedankt voor iedereen die mijn Instagram DM stuurt. Iedereen zei, Koen, je mag mij kan wonen, maar dat hoeft het waarschijnlijk niet. Je ziet boven, de hele vloer is dus grijs en dat komt. De vloerverwarming zit hieronder, het is nu helemaal egaal. Maar oh mijn god, de baby. Oh jezus, wat zit je ook weer te doen bij het raam? Levensgevaarlijk. De baby ligt lekker. Oh, ah, toevallig. Ze moet weer janken. Nee, maar dit is dus overal, ligt de vloerverwarming onder. Hartstikke lekker, de keuken komt dus hier zo hartstikke mooi. In ieder geval, jullie hebben mijn huisje weer gezien. Dus we kunnen weer door. Oh mensen, ik was even in slaap gevallen, maar ik... What the fuck? We zijn natuurlijk in Amsterdam met de aardbei. Maar nu aardbei weg. Jezus. Oh mijn god. Ik ga even beneden kijken. Dit is die beste. Oh man. Aardbei. Oh mijn god. Nee. Nee, niet weer. Nee. Kijk eens hoe ik draai. We leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. We leven net een film. Film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.